Waarom is het programma belangrijk voor de regio? Een maandje of twee geleden hebben we hier het Flevo Penning evenement mogen organiseren met het motto Frisse Wind. Wind staat voor onze windtunnel. En fris omdat er verfrissende plannen in de maak zijn voor ons om de windtunnel te upgraden. Voor de regio omdat we een nieuwe buur mogen verwelkomen. En voor de provincie omdat we daarmee ook werkgelegenheid gaan creëren. Samenwerking is wat mij betreft prima. We kennen de mensen op allerlei niveaus, van de commissaris tot en met gedeputeerden en ambtenaren. De provincie is belangrijk voor ons omdat we op die manier toegang krijgen tot fondsen en investeringsmogelijkheden voor regio's die voor onszelf niet toegankelijk zijn. En het mooie met de plannen voor dit nieuwe programma is dat er ook een kwartiermaker aan de gang is en die ons gaat helpen samen met de RDW om onze positie te laten verwerven binnen de nieuwe mobiliteitsagenda van de overheid. Als we over 5 jaar op deze plek staan, kijken we daarachter waarschijnlijk tegen een aarde wal aan. Een wal waarmee RDW haar terrein gaat afschermen. Maar daarachter zullen een aantal testactiviteiten gaan plaatsvinden die de RDW hier komt uitvoeren. En we zullen dan ook een parkeerterrein zien voor onze windtunnel, waar we waarschijnlijk een groot aantal buitenlandse auto's zien die zowel hier worden beproefd, maar ook van klanten die nieuw zijn voor ons.